Robots zijn mega cool en vanaf vandaag gaan we elke week opnieuw een nieuwe robot knutselen. Moeilijk, denkt u? Eigenlijk niet. Robots bouwen is heel gemakkelijk. Het enige wat je nodig hebt, is een werkplek waar je kleine zus of je kleine broer je volledig met rust laat. Zoals deze bureau bijvoorbeeld. Vandaag gaan we dit klein schattig borstelrobotje maken en kijk wat die kan. Die kan dansen. Het enige wat je nodig hebt is een kleine melkschuimer, twee knutseldraadjes, twee spanbandjes, twee wiebeloogjes, een alcoholstift en natuurlijk een nagelborsteltje. Hoe beginnen we met dit borstelrobotje te bouwen? Heel simpel. Je pakt de melkschuimer en je zet die op het nagelborsteltje. Dan ga je met de spanbandjes langs de haartjes zo mooi omheen en je spant hem zo hard als je kunt, span je hem aan. Zodra je dit hebt gedaan, moet je met je knutseldraadje langs de haartjes om hem dan heel sterk ook te bevestigen. Stap 2. Oogjes bevestigen. Je pakt plakband en je plakt het wiebeloogje tegen de knutselkant. Nadat je de overtollige knutseldraad en het spanbandje hebt weggeknipt, zijn we beland aan onze laatste stap, namelijk het staartje verzwaren met deze knutseldraad. Waarom? Om hem eigenlijk een bepaalde richting te doen uitgaan en om hem te doen dansen. Ziezo, hij is klaar. Nu, de ultieme test. Danst hij. Ja, hij danst! Hij danst! Oké. Oh, nee, niet van. Oké, we gaan samen dansen. Oké. Ging het een klein beetje te snel voor jullie? Geen stress. Ga gewoon naar de VTM Kazoom app en daar kan je dit volledige stappenplan terugvinden en dan kan jij thuis net zo'n borstelrobotje bouwen. En ondertussen gaan wij nog wat verder dansen.